Ik ben heel erg blij dat ik geen Windows-computers meer heb. Maar als ik die had gehad, dan had ik zeker even aan Jillis gevraagd... Kun je me misschien even helpen? Maar ik heb gemerkt dat het recent een heel duidelijk antwoord opgekomen is. En het is eigenlijk iedere keer hetzelfde antwoord. Dus ja, ik denk dat ze dat zelf verder wel gaan uitleggen. Veel plezier. Dankjewel. Hebben we audio? Ja, we hebben audio. Top. Ik ben Jillis. Ik ben Jelle. Jurre, ja. Ik heb mijn één eigen tweeling, ik haal ze soms door elkaar. Ja, deze talk wordt iets anders dan wat we normaal gesproken doen. Dus normaal gesproken doen we hardware hacking en coole workshops. Maar wij doen ook nog andere dingen waar we op zich normaal gesproken niet zo open over zijn. Maar we dachten het is toch goed om het daarover te hebben met jullie. Dat is helpen bij mensen die familie zijn van mensen die zelfmoord hebben gepleegd. En dat is best heftig. Dat is iets wat we ook niet van tevoren bedacht hebben. Dat we dat zouden gaan doen. Maar op de een of andere manier rol je daarin. Dat werk heeft ons gekozen in plaats van dat wij dat werk hebben gekozen. Dus no, I won't fix your computer. Het heeft niks te maken met Windows computers die we niet repareren. Maar het legt wel eigenlijk een beetje uit van hoe zit het nu in elkaar? Hoe is dat pad, hoe is deze weg eigenlijk zo ontstaan? Ik wil dat nog wel even prefacen met een trigger warning. Deze talk gaat in detail praten over suicide, zelfmoord. Als je hier niet comfortabel mee bent, is nu het ideale moment om de zaal uit te lopen. Ja, en dat geeft helemaal niks. Ja, dat is geen niet judgmental hierover, maar ja, weet dat, dat dit gebeurt. Dus allereerst zeg maar de lijn die je moet bellen als je niet lekker in je vel zit of met gedachten rondloopt, is 113. En dat is die nu. En ik heb een zaak meegemaakt waarin iemand daadwerkelijk in zijn telefoonhistorie het nummer 113 had staan en er werd niet opgenomen. Omdat dat nummer op dat moment niet 113, maar 0800, 0900, 113 was. Dus ja. Die ouders hebben ook enorm gevochten om te zorgen dat dat in ieder geval met dezelfde naam duidelijk is gemaakt. De QR-code aan de rechterkant is de internationale QR-code, dus dat zijn alle telefoonnummers van alle hulplijnen in alle landen. Dus ja, hoe begin je met zoiets? Je moet, jullie hebben dat denk ik allemaal wel gehad, van dat je een computer uit elkaar trekt, of dat één iemand krijgt een nieuwe computer en dan schuif je hem weer door naar de volgende en de volgende en de volgende. Ja, dat is bij mij zelf met de paplepel erin gegoten. Ik weet nog toen ik, dat zijn een jaartje 8-9 was, dat ik met een hamer op computers aan het slaan waren. Aan elkaar halen met een schroevendraaier, kijken hoe hard ik in elkaar zit. Ja, eigenlijk al sinds jongs af aan bezig met computers. Ja. En uiteindelijk word je dan wat beter erin, ga je wat meer specialiseren. Ik doe zelf een computer science en engineering study. Ik denk dat jullie eigenlijk allemaal in deze zaal ook wel wat ervaring hebben met computers, mag ik vernemen. Ja. Daarna werd het vanuit computers, werd het hacking en security en je eigen POC opzetten en een bepaalde omgeving bouwen op de tafel waar je dan lekker mee kan spelen. En dan op een gegeven moment zijn er familieleden die hebben dan door van, hey, jij bent die andere neef, jou moet ik bellen. Want mijn internet is traag, mijn computer start niet meer op, ik heb 24 casino balken in mijn scherm en ik heb nog maar een heel klein regeltje waar ik uiteindelijk iets kan doen. Ik heb met LimeWire Shakira.mp3.exe gedownload en uitgevoerd. Er kwam geen muziek, maar sinds die tijd moet ik kraskaarten kopen bij het Shell-station. Tot een gegeven moment iemand mij belde, een kennis, vrienden. Ik heb echt een hele rare vraag aan jou. En we hoeven het daarna ook nooit meer over te hebben. Maar mijn man was onderweg. En
toen dacht ik van, nou, het is misschien een goed idee als ik een, we het een beetje spannend houden. Dus dan heb ik een foto gemaakt. Maar dat is per ongeluk de achtergrond van onze PC geworden, waar de kinderen ook het huiswerk op maken. Kun je langskomen om dat te fixen? We hoeven elkaar ook niet te zien. Dus hij staat bovenaan. En regel dat maar. Klinkt grappig, maar het heeft vertrouwen nodig. Vertrouwen dat ik achter hun PC mocht om dat te zien, dat ik die foto zag en weghaalde. En eigenlijk heeft het werk wat we doen daarmee te maken. Het vertrouwen wat je wellicht niet zelf heeft, maar iemand die je kent die voor je instaat of die zoiets heeft van, ja, dat zijn mensen die ter zake kundig zijn. En dan op een gegeven moment heb je allerlei mensen die zoiets hebben van, ah, ik kan 75 euro besparen in een computerwinkel door niet jou te bellen, maar, of niet die computerwinkel te bellen, maar naar jou te gaan. En ik heb eigenlijk helemaal geen zin om een licentie Windows te kopen. Kun jij dat even voor me downloaden en installeren? En mijn slimme neefje heeft iets geïnstalleerd en daardoor werkt het allemaal niet meer. En ja, ik heb helemaal geen zin in zo'n two-factor authentication. En ik gebruik mijn postcode als mijn pincode voor alle apparaten. En al mijn wachtwoorden zijn hetzelfde. Daar waren we op den duur wel klaar mee. Gaan we lekker maar naar die computerwinkel. Laat zei iemand van, Jillis, jouw hobby is hobby's verzamelen. En dat klopt ook wel een beetje. Dus als ik dan kan kiezen tussen iemand zijn Windows weer opnieuw inrichten en een software-defined radio setup maken, dan kies ik de software-defined radio. Dat moet er wel zes antennetjes aan het dak hangen. Ja. De eerste omgeving waarin ik in ieder geval terecht kwam, dat was zeg maar voordat Jelle en Jurre geboren waren. En ik zat toen ook nog niet in de infosecurity. Maar ja, er was een familielid die een situatie had. Waar ze eigenlijk niet zo goed wist wat ze moest doen. En via broers, zussen, wat dan ook, waren ze bij het slimme neefje uitgekomen. En ik ben daar naartoe gegaan en heb daar 2 dagen op een velbedje geslapen en gekeken naar hoe ik kon helpen om antwoorden te vinden. Want er was geen briefje en de persoon was overleden en er konden allerlei dingen aan de hand zijn. Politie had niks die had alles vrijgegeven. Die zei, ja, er is verder niks meer uit te zoeken hier. En ja, zo'n familie blijft dan toch met vragen zitten van, ja, maar hoe zit dat dan? Is er iemand anders in het spel? Is de persoon beïnvloed? Is er een opwelling geweest? En ja, daar komen we dadelijk ook nog wel op terug, maar soms kun je niet de antwoorden geven die ze zoeken. Maar het feit dat iemand zegt van, nou, de zaak is gesloten en hier eindigt het en nu door met je leven. Dan het liefst wil je dat er alles aan gedaan wordt. En ook al komt het dan niet tot antwoorden. Dat er alles aan gedaan wordt. En ja, dan op den duur zijn er andere situaties. Waar ik indirect met collega's en ex-collega's en soms met mensen die ik helemaal niet ken, die dan weer via zo bij je terechtkomen. En het is niet, dit is geen business voor ons. Dit is iets wat we hebben gedaan om mensen te helpen. We hebben er ook geen geld voor gevraagd. Het is ook niet iets wat ik vol kan houden. Dus het idee achter deze talk is eigenlijk van, kunnen we meer mensen stimuleren om soortgelijk werk te doen? Of misschien iemand die iets verzint met een chain van trust, waardoor je weet van, nou, voor die personen kan ik instaan en die kan ik met mijn internetgeschiedenis of mijn e-mails of wat dan ook laten vertellen. We hebben een aantal guidelines van, als er nog geen politie is geweest en als het nog niet onderzocht is, zorg niet dat je de bewijs
compromised. Respecteer de privacy van mensen. Dus iemand die nog levend is, die wil misschien helemaal niet gevonden worden. Dat is ook niet een situatie waarin wij zitten. Bij ons gaat het met name om het helpen van de nabestaanden in zo'n situatie. Dus wees ook respectvol naar die mensen toe. Manage die expectations, want je hebt maar een bepaalde hoeveelheid tijd waarmee je werkt. Dus je kan daar een dag of twee dagen of vier uur of wat dan ook. Wat ga je dan doen? Maar in het eerste geval was er iemand die had denk ik wel 300 harde schijven liggen op zijn omgeving. Ja, wat ga je dan doen? Kijk je dan alleen naar de harde schijven die in de computer zitten? Nou, de persoon was ook een beetje paranoïde, dus die had overal geheime dingetjes in. Als je daar een magneetje hing, dan ging die harde schijven aan, want die was bang dat er een soort uitvinding gestolen werd. Die verborg alles in steganografie. Die had allerlei tripwires gezet. Het is het lijkt wel een soort van escape room die je moet doorgaan. Maar je hebt echt maar beperkt tijd. Dus maak van tevoren afspraken van: we gaan nu dit doen. Dat duurt ongeveer zo lang en daar komt dat en dat uit. We kunnen dat ook laten zitten en dan gaan we. Wat is het wat je wil dat wij bereiken als we hier weggaan? Dus wat zou je meer rust geven, antwoorden geven, wat dan ook. Daarnaast is het zo dat je eigenlijk toch een beetje als forensics onderzoeker bezig bent. Dus je gaat niet zomaar allerlei tools aftrappen op de hardware. Dus neem schijven mee, maak er meer van, werk op de mirror. En aan de hand daarvan doe je bepaalde dingen. En dan op de duur vind je foto's, e-mails, wat dan ook. Ik hoef die foto's allemaal niet te zien. Ja, ik moet er misschien één zien om te zien dat het gelukt is. Maar ik hoef ze niet allemaal te zien. Dus ik ga niet iemand zijn hele geschiedenis doorkijken. Dat is echt de rol van de nabestaanden en niet die van ons. En daarnaast moet je er ook zelf stabiel genoeg voor zijn. Zeg maar, wij, en dat is een persoonlijk verhaal, hebben een situatie meegemaakt dat Jurre, die zat op de basisschool. En dat ging allemaal niet van harte. En op een gegeven moment zei hij: was ik maar dood, dan had ik al deze problemen niet meer. En als je dat hoort van je kind, dan draai je persoonlijk de wereld de andere kant op. Dus dat is voor mij het moment geweest dat ik samen met school mee ben gaan helpen en les heb gegeven voor de klas. Niet omdat ik het zoveel beter kon, maar om in ieder geval te helpen om die situatie te veranderen. Ik weet niet of jij daar nog wat over wil zeggen, Jurre? Ja, en het is ook vooral een afweging die je zelf moet maken als iemand dit zoiets aan je vraagt. Dus er zijn tijden geweest, ook meer recent, waarbij al iemand mij had gevraagd van: hey, dit is gebeurd, zou je mee kunnen helpen? Dat ik gewoon respectvol nee had moeten zeggen, omdat ik dat gewoon zelf niet aankon. En dat is ook een afweging die je zelf daar eigenlijk voor moet maken. Zeker ook, we leven al een paar jaar in een niet zo ideale situatie. En zeker, je zit heel erg opgesloten met je gedachten. Ik ben zelf biseksueel. Heel veel van mijn vrienden die zijn ook queer. En die zitten dan opgesloten met hun familie, die misschien niet zo accepterend zijn. En daardoor word je toch wel een stuk meer exposed naar al dat soort dingen. Waardoor het een stuk moeilijker kan zijn om in de juiste plek te zitten om dat soort jobs aan te kunnen nemen. Dus dat is ook echt een afweging die je zelf moet maken van: kan ik dit doen? Ben ik hier oké mee? En ga ik hier niet zelf later ook nog last van hebben? Want er zijn zelf ook, ik ga hier niet in detail, maar er zijn ook scenario's geweest waarbij ik bij een persoon langs ben gegaan om daarmee te helpen. En dat ik toch wel een flink aantal parallellen kon trekken tussen die persoon en ik, tot het punt dat we dezelfde YouTube-video kijken en dezelfde Discord-server zaten. En dat kan je toch wel een beetje een klap geven. Ja. Dus dat is ook wel een afweging die je zelf echt moet maken. Wil je zo'n job aannemen? Ja, en aan de ene kant is dat zeg maar een valkuil voor jezelf op het moment dat je dit soort dingen doet. En aan de andere kant was dat ook weer een troost voor de familie. Omdat de familie eigenlijk kon
ja, een soort van mee kon kijken met de gedachtegang van die persoon. Jurre kon ja, letterlijk interpreteren wat er gebeurde. Iets wat die ouders eigenlijk niet snapten, want uit een andere generatie, want andere subcultuur, wat dan ook. Dus dat is ook weer dubbel. Ja. Dus ja, het gaat vaak om het zoeken van antwoorden, het recoveren van media. Ja, we hebben één keer gehad dat er iemand een soort van afscheidsbrief had gemaakt in een soort van challenge. Ja, dan ben je eigenlijk een soort van aan het gamen. Maar met iemands leven op het spel. Ja. Dus de skills die je hebt opgebouwd voor je werk of voor je hobby of voor wat dan ook. Dat zie je overal weer in terugkomen. Dus de puzzels die je doet, het uitbreiden van harde schijven, het recoveren van partities, ja, noem het allemaal maar op. Dus ja, dit waren een aantal dingen waar we mee bezig zijn geweest. En een van de dingen was bijvoorbeeld een laatste wens, het removen van de digital footprint. En dat ging om een persoon die op Facebook zat. En als je van Facebook, als iemand overlijdt die op Facebook zit, dan is de bedoeling van Facebook dat een soort van reclamesite wordt waar een soort herdenkingssite. Dus op die manier blijft alles bestaan en kan iedereen daar nog bij. En dan kunnen die, ja, kan er op de een of andere manier toch ook weer geld mee verdiend worden. En die persoon had zoiets van, ja, ik wil dat gewoon niet. Ik wil daar gewoon vanaf. Maar op het moment dat je je account verwijdert, ja, dan verwijdert die en dan krijg je nog een melding van je hebt een maand af idle time-out en daarna is het echt weg. Maar ik heb zelf al een aantal keer meegemaakt dat zelfs na een half jaar alle data ineens weer terugkwam. Dus ik was niet zo overtuigd van als je hem verwijdert is alles daadwerkelijk weg. Ja, dan heb je zoiets van, dan wil ik alles weg gaan gooien. Dus dan moet ik een post verwijderen. Ja, maar je moet ook iets unliken. En dan moet ik ook een unsubscribe. En dan moet ik hem ook gaan unfrienden. En dan moet ik ook deze data... Hé, maar dit is een verplicht veld. Dit mag ik helemaal niet verwijderen. Ja, dan ga ik dat overschrijven met random tekst. Maar ja, dat moet ik wel over iemands hele leven gaan doen. Dus daar hebben we bijvoorbeeld GreaseMonkey voor gebruikt om zeg maar, dat hele proces te automatiseren. En dan zelfs nog krijgen mensen een uitnodiging, maar wil je toch niet vrienden worden met die persoon. Dus wat dat betreft komt dat je ja, gewoon achterna die dat soort dingen als met Facebook. De manier waarop we werken is door dingen te documenteren. Sorry? Ja. Interactie op Facebook. Ja. Die biedt je de mogelijkheid om, ik weet niet hoe ze het noemen, maar iets van nabestaanden, ja, of erfgenamen. En als het dat niet geregeld is en dat is meestal te laat natuurlijk, maar je kunt dat nu regelen. En dan kun je in ieder geval ook de nabestaanden kunnen in dat account. En dan komen nog steeds deze vragen naar boven. Ja, zeg maar, het probleem was niet het in het account komen, want dat was van tevoren al geregeld door de personen zelf. Dus er kon ook een export gemaakt worden en voor de familieleden konden alle dingen teruggehaald worden. Maar het ging met name om het verwijderen van de digitale footprint. En dat was niet een eenvoudig trucje. Dus maar het klopt inderdaad, je kan nu een soort escrow-achtige omgeving opzetten waarin je iemand machtigt om jouw data op te nemen. Goeie suggestie, dankjewel. Dus ja, wat wij vaak doen is dingen documenteren. Dus wat hebben we al gedaan, zodat we geen dingen dubbel gaan doen, zodat we de tijd optimaal gebruiken. Ja, wij maken daar gebruik van OneNote, maar ik kan me voorstellen dat... sorry, kan ik een markdown?
breng additionele disks mee, grote disks waarop je dingen kan repliceren. We hebben allerlei kabels en docks om disks te kopiëren. En over de jaren hebben we ook informatie, of tenminste kennis opgebouwd over alle verschillende besturingssystemen. Dus op zich boeit het ons niet of dat het een Atari ST is, of een Windows of Linux. Ja, of Temple OS. Ja, Pony OS. En vaak is het zo dat het vereist niet zo'n super veel kennis. Ik denk dat voor menig CTF je meer kennis nodig hebt als het helpen van de nabestaanden. Dus dingen vinden, ja, als ik in Windows ga zoeken naar een file, dan ben ik 3 dagen later en run ik een grep min Isra op een disk, dan heb ik het er binnen een kwartiertje. Dus ik vind het ook fijn om zeg maar met Unix tools te werken, om dingen te kopiëren, om dingen terug te halen, om snel dingen in kaart te brengen. Nou, die Grease Monkey hebben we het net al over gehad. Dus als je kijkt naar onze challenges, dan is dat met name tijd. Dus als je 100 disks hebt, waar begin je dan mee? Maar dat is ook weer in overleg met de mensen zelf. Soms heb je te maken met mensen die bang zijn dat er dingen gelekt worden. En dan niet zozeer voor de nabestaanden, maar meer voor mensen van buitenaf. Net als dat je zegt van nou, de meeste van mijn vrienden die hebben zoiets van nou, alles is veilig en het is gedeencrypt. En ik heb alles met de YubiKeys en het is superveilig met two-factor wachtwoorden en... Oké, okay, en als jij nu morgen overlijdt, hoe komen jouw ouders dan bij die foto's? Ja, die staan in een gecrypte container op een Raspberry Pi die ik mirror elke nacht met R-Sync. Ja, maar hoe komen ze dan bij die data? Abba. Jillis, zou je iets voor mij willen doen? Ik geloof niet dat er iets misgaat met tijdens deze reis, maar ja, kun je mijn ouders helpen mocht het zover zijn? Zij hebben een brief in de kluis liggen, daar zit een QR-code op en die kun je dan scannen en kun je op die manier helpen. Dus het kan ook geen kwaad om ons nerds, zeg maar, ik generaliseer even, aware te maken van de paranoïde gedachtes die we soms hebben om dingen extra safe en extra veilig te maken, maar daarmee wel afschermen voor onze dierbaren. Dus ja, daar heb je inderdaad ook weer de encryptie, de paswoorden, de pincodes en ja, we hebben het emotionele gedeelte net al gehad. Niet altijd lukt het, maar soms is het zo simpel als iemand heeft een iPhone en daar gedacht van nou, ik doe 3 keer een pincode, maar de iPhone stond op wis alles. Dus goed geregeld, maar alle data weg. Aan de andere kant staat er nog wel een backup ergens verborgen in een of ander submapje die niet gecrypt is. Dus kun je uiteindelijk toch nog dingen weer terughalen. Dus niet altijd heeft het opgeleverd wat wij hoopten dat het zou opleveren. Maar het is altijd prettig geweest voor de mensen voor wie we dit werk hebben gedaan. Hier hadden we het net al even over. Hoe regel je het voor jezelf? Ik kan me voorstellen dat mijn werk het niet fijn vindt als mijn vrouw alle wachtwoorden heeft voor mijn werk. Maar ik kan me bijvoorbeeld wel weer voorstellen dat we dingen op zo'n manier hebben geregeld dat als ik niet meer in een systeem kan, dat iemand anders daar nog wel in kan. Ondanks dat mijn sleutels dan weg zijn. Maar het zou ook fijn zijn als mijn vrouw nog bij de energierekening kan. Of bij wat dan ook wat in een bepaalde kluis zit. Dus wij maken gebruik van een wachtwoordcontainer en die delen we met de familie. Daar hebben we dingen in die we gezamenlijk delen. Maar ik heb ook, zeg maar, data waar mijn vrouw zeg maar de sleutel van heeft op het moment dat mij iets zou overkomen, zodat ze wel altijd bij mijn data kan komen die nodig is voor ons gezin.
En dat hoeft niet allemaal technisch, dat kan ook gewoon in een envelopje, in een kluis of bij een bank of wat dan ook. Dat soort dingen kun je allemaal regelen. En inderdaad, ja, find een fellow nerd. Dus als je het zelf helemaal super strak inricht, zorg dan ook dat er voor de nabestaanden iemand is die jou kan helpen met dat soort dingen. En maak duidelijk wat je laatste wensen zijn. Doordat we in deze situatie zaten, ga je ook meer nadenken over dingen. Dus stel voor dat er iemand hier in elkaar stort. Wat doe je dan? Het is altijd heel fijn als een werkgever aanbiedt dat je BHV kan doen. Want dan kan je dat soort dingen leren op kosten van de zaak. Ik ben zelf BHV'er, dus ik kan je dat van harte aanbevelen om dat te doen. Het geeft je duidelijk inzichten in hoe je beginnende brandjes kan helpen door gewoon de deksel op de pan te doen. Het is allemaal niet zo complex, maar je moet het wel een keer gedaan hebben en wel een keer die vuurzee hebben meegemaakt in een testopstelling. Geen water op een oliebrand. Geen water in een oliebrand, nee, inderdaad. Maar het andere ding was van, we hebben het nu over het helpen van de nabestaanden. Het zou beter zijn dat je dit soort situaties kan voorkomen. Stel voor dat iemand hierover begint. Ik zie het allemaal toch niet zo zitten. Ik ben jullie toch allemaal tot een last. Is allemaal wel oké. Dan ben je heel erg geneigd om te zeggen, nee joh, hè, trek het je niet aan. Kijk eens buiten, mooi, zonnig, lekker. Komt allemaal goed, lekker. Hè, leuk. Nou, ik moet gaan, doeg. Ik heb één keer meegemaakt dat een collega, een Nederlands collega, geen Amerikaanse collega, aan me vroeg van, hey, Jill, hoe gaat het? En dat was echt zo. De collega kwam die kant en ik ging de andere, hey, hoe gaat het? Hey. Die heb ik achterna gezeten en die heb ik mijn hele leven uitgelegd tot aan de werkplek. Dat heeft 10 minuten gekost, was de meest awkward situatie ooit. Ik dacht, jij vraagt maar geen tweede keer meer hoe gaat het als je niet het antwoord wil weten. En dat is eigenlijk ook een beetje deze situatie. Dus terwijl je gevoel misschien zegt van begin er nou maar niet over. Heb het er maar niet over, want dan trigger je misschien iets. Is het juist goed om het er wel over te hebben? Oh, denk je aan zelfmoord dan? Heb je dan al plannen om dat te gaan doen? En door dat open en eerlijk te zeggen tegen iemand, stel je ook iemand in staat om het verhaal te vertellen. En zorg dat dat niet op een lachende manier gaat. Want op het moment dat je het weglacht, dan heeft een persoon zoiets van, hier heb ik niks aan, hier hoef ik niet te wezen, hier kan ik niet terecht bij me met mijn verhaal. Neem de tijd voor dat soort dingen. En ik heb dit zelf meegemaakt met iemand die het er vaak over had. En we hebben er vaak over gesproken. En eigenlijk achteraf deed ik al dat soort dingen. En of dat het nou komt vanuit een vriendschap of wat dan ook. Maar het voelt gek om dan te zeggen, vertel nou eens wat er echt in je hoofd omgaat. Hoe voel je je nou echt? Wat speelt er? Er zijn trainingen voor. Kost je een uurtje? Zijn er in het Nederlands, in het Engels? Als je wil, kun je hier een foto van maken. Er staan QR-codes, die breng je naartoe. Kost niks, ja? Ja. Ja. In hoeverre kan het online zeggen, ja, maar je was er niet gevoeld of je bent misschien geen psychologische hulp. Nee, dat klopt. Je bent eigenlijk een soort van BHV'er. Ja, dus je gaat niet het pand voorkomen dat het afgefikt wordt. Ja. Of voorkomen dat niemand meer sterft. Wat je doet, is je maakt het bespreekbaar. Dus je zet eigenlijk de hele situatie even op pauze. Als je hoort dat iemand plannen heeft,
Dan kun jij er met die persoon voor kiezen om hulpdiensten in te schakelen. Om contact op te nemen met een eerste hulp of een huisartsenpost. Of 112. Op het moment dat de persoon nog niet zo ver is in dat stadium. Dan kun je bijvoorbeeld naar die 113-site. En daar staat exact uitgelegd van... dit soort hulpverleners heb je. Dit soort is voor crisis en dit helpt je met dingen op een rijtje krijgen. Deze persoon kan je misschien helpen met voorschrijven van medicatie. En er staat heel duidelijk in een klommetje van een regel of 8 uitgelegd van wat voor soort specialisten er zijn die je ermee kunnen helpen. Dus het gaat er niet zozeer om dat je voorkomt dat deze situatie er niet is of dat je... de grote, kijk mij eens, de almachtige levensredder zijn. Wat je doet is iemand de ruimte geven om zijn verhaal te vertellen. Om te vertellen wat die persoon dwars zit. Ga dus ook niet beloven van ik vertel dat tegen niemand. Dus leg uit hoe het zit. Doe geen valse beloftes in je gesprek, maar... probeer de persoon te helpen naar een bepaalde situatie. Ja, ik wil daar nog even aan toevoegen. Ja. Je kan altijd een persoon hulp aanbieden, maar je kan niet een persoon forceren te helpen. Dus als hun je help niet aannemen en er gebeurt uiteindelijk iets met hun, dat is niet, dat ben ik cru zeg, maar dat is niet jouw schuld. Dus dat is ook wel iets waar je emotioneel ook bij na moet denken. Van, je bent geen psycholoog, er zit geen last of druk op je als er wel iets gebeurt. Als jij ze maar je hand hebt uitgereikt naar iemand en die de persoon het niet heeft aangenomen, bijvoorbeeld. Ik had de vraag helemaal anders begrepen. Oh. Kan je nog wat verweten worden als je een handreiking doet? Nee, dat lijkt me niet. Het enige is, ik heb een situatie meegemaakt. Mijn moeder is in 2017 overleden, euthanasie. En die zat in een situatie waarbij de artsen niet zo happig waren om de situatie te starten. En dan heb je een vereniging die helpt met euthanasie en die heeft er allerlei tips en tricks voor over hoe je dat kan doen. Ze had kanker, ze had heftige pijn, maar als een arts deze hele situatie ingaat... dan is die arts bijvoorbeeld al strafbaar voor datgene wat ze gaan doen. En dan achteraf moet blijken of dat alles goed is gehandeld... of dat er een goede intake is gedaan... of dat er een externe arts is bij geweest die dat hele proces heeft gevalideerd... of dat er een tweede arts bij zat om toegift te houden. Er is een lijkschouwer geweest die allerlei dingen moet doen. En dat is alleen nog maar de arts... op het moment dat je iemand helpt of in de buurt bent van iemand die zegt van je moet me daarmee mee helpen, dan ben je wel strafbaar bezig. Dus juist de andere kant niet, maar juist bij de hulp, dat is wel strafbaar. Dus dat is iets wat je moet realiseren. Ja. Nee? Dit is zeg maar nogmaals de eerste slide. Als je met ons wil praten hierover of je wil dat gewoon via e-mail of via een ander contact doen, dat zijn onze contactgegevens. Zijn er nog vragen? Ja, dat is denk ik ook iets wat je ook ziet bij BHV. Dus dat mensen geneigd zijn om te gaan staan filmen. Maar niet geneigd zijn om te gaan helpen. En op het moment dat jij die persoon bent die zegt van... telefoon, jij gaat nu 112 bellen. We hebben nu te maken met een reanimatie. En dan hoeft het allemaal wel of niet goed te gaan. Maar je hebt in ieder geval iets gedaan. Je hebt je best gedaan. Dadelijk komen de professionals erbij. Het gaat misschien goed of het gaat misschien niet goed. De persoon wordt afgevoerd. Je weet soms niet eens of dat het wel of niet, niet goed gaat. En soms is dat ook maar beter ook. Maar het feit dat jij niet hebt staan filmen en wel hebt ingegrepen... dat is wat het verschil maakt. Dus dat was in ieder geval ons verhaal.